Dames en heren. Een grote vreugde natuurlijk om het volgende werk aan te kondigen. Het werk Maori van Hardy Mertens. Het is makkelijk om het werk aan te kondigen. Het is makkelijk om er nog iets van te zeggen. Maar van die houten bugel, die velvethoorn, dat wordt moeilijk. Maar ik denk dat velen mij voorgegaan zijn via andere media. U hebt het kunnen horen via de radio, via de Omroep Zuid. U hebt het kunnen horen via... Alleen hij dat kan. Hij had er natuurlijk het materiaal voor, heeft er de kennis voor. En de inspiratie die hij hem deed doorgaan om dat instrument perfect te krijgen. In het begin lukte dat niet, maar zijn doorzettingsvermogen heeft hem toch gebracht tot op de dag van vandaag. Ik denk dat hij daar met heel veel plezier aan zal terugdenken. En ik denk dat zijn werk nu beloond mag worden. Laat u het ook eens horen. Het werk om de bugel voor het eerst aan gehoor te brengen via de radio. En vanavond heeft zij de primeur om dit instrument te brengen daar waar het thuis hoort, in het stuk Maori voor fanfare en velvethoorn. Lied heeft het reeds op de radio laten horen, maar ik denk dat op haar schouders de zware taak rust om dat stuk vanavond ten gehoor te brengen. Maar ik wil het haar toch niet te moeilijk maken, want ze heeft er al moeite genoeg mee. Ik wens Riet veel succes, ik wens de fanfare veel succes, maar ik wil toch graag...